She been all of my business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hate, I'm tired of staring at your face. And if a tell a get no tip for tech today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. I here in LA, trying to make a trick, trying to rap this case. That's a whole hundred. Mijn collega Jeroen Guter en ondergetekende Sierte Vos heten u allen van harte welkom hier. In het stadion. We gaan zo dadelijk beginnen. Ja, de minuten die lijken wel uren te duren. Ik kan niet wachten. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Nou, wat kan hij hiermee? Hard schot, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Hele... En de doelman kan hier even de truc niet aan. Belabberd. En ze hebben de bal weer terug. Hij gaat verder. Goed gezien, jongen. De keeper krijgt zijn vingertop achter de bal en rent. Over de lijn. Inworp. Die doelman moet opletten. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Het was een mooie kans, maar dan schijnt het een fluit, omdat hij in buitenspelpositie stond. Hij leek op weg naar een goal, maar blijkbaar stond hij toch net buitenspel. Laten we Kevin De Bruyne eens tegen het licht houden. Dat is een wereldster geworden, toch? Vind je niet? Wat mij betreft is dat boven elke twijfel verheven. Grote kans, zeg, om voor te komen. Ingreep kernavond, maar het spel gaat verder. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Kan hij hier voor gevaar zorgen? De speler blokkeert het schot. Navas keert hem, maar de bal is nog in het spel. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Ruimte voor de counter. De bal gaat richting Ronaldo. Ja, hij is er doorheen. Cristiano Ronaldo. Fenomenale, razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg, hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Ze geven de bal weg. Gevaarlijke steekbal. En los van zijn man. Wat een heerlijke redding van die doelman. Een op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Korte bal op een teamgenoot. Eden Hazard met de voorzet. Halfslachtige poog en zo snel weer een doelpunt. En meteen zit hij er nog een keer in. Hij let goed op en onderschept die paas. Slordig met het balbezit. Cristiano Ronaldo verder met de bal. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. En de scheidsrechter fluit niet.
Geen voordeel na die onreglementaire tackle. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Op de bron. Eenvoudige ingreep. Een voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Luka Modric. De pas van Modric, onschadelijk gemaakt. Zou wel eens wat kunnen worden. Een behoorlijke afzwaaien, geen enkel gevaar levert dit op. Nou, dat zal de doelman ook niet erg vinden. Cristiano Ronaldo. Er ligt ruimte voor de counter. De verdedigers zijn terug in positie. Counter dus voorbij. Die doelman moet opletten. Blijft aan de bal. Het ziet er veelbelovend uit. De verdediging haalt prop. Hij schiet. Je moet er wel binnen de palen mikken. Nou, dat zal hij al geprobeerd hebben, maar hij gaat hier wel ver naast. Helaas, hij had die bal wel anders willen raken, denk ik hoor. Voorzet bij de tweede paal. Oei, komen ze hier dichterbij? Deze stop, Keylor Navas moeiteloos. Die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Kevin de Bruyne. Cristiano Ronaldo. Hij dacht, ik waag het er een keer. Rob. Ja, dit zou een mooi doelpunt zijn geweest, dit afstandsschot. Belandde niet ver naast het doel. Die bal vliegt er toch bijna in hoor. Mooi afstandsschot. Belandt niet ver naast het doel. Cristiano Ronaldo. Ze geven de bal weg. Dit kan maar eens een kans opleveren. Heel goed. Mooie plek voor een vrije trap hoor. Kan gevaarlijk worden. Komt dat schot? Meer betoon aan Hugo. Och jongen. Neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij hem totaal verkeerd. Laten we het daar maar op houden. Luka Modric. Deze speler zorgt ervoor dat hij telkens een aanspeelpunt kan zijn voor andere spelers. Bale met een poging. En daar is hij dan, het doelpunt van Gareth Bale. En de verdediging krijgt hier een kostbaar lesje. Zo moet je deze man dus niet verdedigen. En dit bewijst maar weer dat het deze wedstrijd maar één ploeg is die de overwinning verdient. Als dat nog niet duidelijk was. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Hij is er voorbij. Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. Gareth Bale. Een leep balletje diep. Goed gedaan. Een stilpaasje richting Cristiano Ronaldo. Hij had zo de keeper kunnen passeren. Ja, volgens mij had hij blackout. Hij wist opeens niet meer wat hij moest doen. Zonde hoor, van deze kans.
3 minuten extra speeltijd wordt eraan gegeven. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Door die tackle, daar trapt hij niet in. Hij pakt de boogbal uit de lucht, alsof het een ballonnetje is. De scheidsrechter geeft aan dat het rust is. Het is nu 3-0. Aftrap tweede helft. In het eerste bedrijf maakt één ploeg de dienst uit. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Een inworp. Casemiro. Paas over de zijkant van het veld. Javier Zanetti. Hij let goed op en onderschept die paas. Over de lijn, inworp. Eden Hazard. Modric. Wow. Ik word er niet op. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Kunnen ze profiteren van deze paas? Cristiano Ronaldo. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Verdediging werkt die bal goed weg. Marquinhos. Bal bij Zanetti. De bal wordt ingeleverd. Is alweer even aan de bal. Gaat dit wat worden? Goed zijn lichaam ervoor gezet. Casemiro. En de scheidsrechter fluit niet. En geen voordeel na die onreglementaire tackle. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Dit is nou een voorbeeld van een groep spelers die uitstekend met elkaar samenspeelt. Ze voelen elkaar goed aan. Hoe Cristiano kan scoren. Behoorlijk ver naast hoor, deze bal. Beel. Lekkere steekpaas. Ja hoor, daar is hij. Daar hebben we de goal van Cristiano Ronaldo. En wat moet dat frustrerend zijn voor die achterhoede. Want zo slecht zal ze echt niet te spelen hoor. En hier kun je nog een keer zien hoe ze opnieuw scoren. Ze zijn vandaag gewoon de betere ploeg. En dat blijkt uit alles. En vooral uit de scoren. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Gareth Bale. Zet verder door. En nu snel schakelen voor de counter. Cristiano Ronaldo. En die bal vliegt binnen. Wie anders dan Cristiano Ronaldo weet in deze wedstrijd een hat-trick te maken. Wat maakt hij ze toch makkelijk. Dit is echt een schitterend doelpunt. Prachtig gedaan. Vooral die afronding is heel fraai. Ja, dat is toch wel iets om van te genieten hoor. Nog eens vanuit een andere hoek. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. De pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Eden Hazard. Gareth Bale. Die bal is lang onderweg en is voor de doelman.
Casemiro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Hij werkt de bal naar voren. Kevin De Bruyne. Bale. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. En zo dadelijk mag hij. Deze bal levert geen probleem voor hem op. Hij zit er goed tussen bij die pas. Maakt een mooie onderschepping bij die pas. Hem direct in bij de tegenstander. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Opkomende Gareth Bale aan de bal. Hij let goed op en onderschept die pas. Het was kantje boord. Wordt toch buitenspel gegeven. De trainer wisselt twee spelers. Keylor Navas. Daar gaat het balbezit. Het ziet er veelbelovend uit. Op het doel. Ingreep Keylor Navas. Maar het spel gaat verder. En opnieuw een redding. Ja, het is geen herhaling. Het is weer een andere redding. Een stuk makkelijker dit keer. Ja. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Daar is dan toch het gevaar. Goed werk van die doelman. Hij komt op tijd uit en pakt die bal zo voor zijn voeten weg. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Niemand in de buurt daar. De medespelers in het midden gegeven. De voorzet wordt weggebokst door de keeper. Eden Hazard. Ja, dat is niet de bedoeling. Cristiano Ronaldo doet de bal cadeau aan de tegenstander. Cristiano Ronaldo. Een sterke verdedigende actie. Waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Ze leveren de bal in. Dreiging nu van Gareth Bale. Hier komt de kans voor Gareth Bale. En daar is hij dan, het doelpunt van Gareth Bale. En die verdedigers weten dat hij levensgevaarlijk is. Maar hoe houd je zo iemand tegen? Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Nou, dit gaat precies zoals verwacht. Ze vervullen hun plicht met verve. Ja, ze kwamen hier om te winnen. En dat lijken ze te gaan doen ook. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Niet fijn, maar toch de kans. Goed verdedigd. Maar het gevaar is nog niet geweken. Bill met een poging. Eden Hazard staat buitenspel, zegt de scheidsrechter. Modric. Hij sluit voor het einde van de wedstrijd. De bal gaat richting Rob. Gaat richting Ronaldo. Ja, hij is er doorheen. Cristiano Ronaldo. Fenomenaal. Eden Hazard met de voorzet. Een slachtige poging. En zo snel weer een doelpunt.
Bale. Lekkere steekpaas. Ja hoor, daar is hij. Daar hebben we de goal van Cristiano Ronaldo. En wat moet dat frustrerend zijn voor die achterhoede. Want zo slecht zal ze echt niet te spelen hoor. Zet verder door. En nu snel schakelen voor de counter. Cristiano Ronaldo. Nu van Gareth Bale. Hier komt de kans voor Gareth Bale. En daar is hij dan, het doelpunt van Gareth Bale.